Nou jongens, er staat een racemobiel weer na 2 uurtjes karren. En waar zijn we aangekomen? Noord Brabant. Ja jongens, Brabant de gekste. Brabant. Het is fantastisch. We zijn eventjes kijken. Weer 2 uurtjes verder. Het is inmiddels 4 uur en we gaan even kijken of we in Brabant ook een visje kunnen vangen. Een nieuwe aflevering, nieuwe kansen. En we gaan ervoor. Let's go. Zo, kijk jongens. Wind op de kant, is vis in de hand. Hij waait er lekker op. En stekkie is vrij. Precies, dus we gaan eerst hier even een dagje, even een paar uurtjes knallen. Een paar uurtjes knallen en dan op naar het kanaal. Juist, dus en daar gaan we de nacht vissen. En ja, gouden spullen pakken. Dan kunnen we kijken of we wat kunnen vangen. Juist. Nou jongens, ik ga mijn eerste hengeltje uitvaren. Ik heb hier een onderlijntje van zo'n 20 centimeter met gewoon een standaard dol. Wat we nou gaan doen, hier staat onze grote vriend, de drone DJI Mini 2. Er zitten hier hele mooie plateaus en we gaan dus met de drone precies kijken waar die liggen. Dan droppen we daar de hengels, voeren nog een beetje bij. Niet te veel, gewoon gekruste bodies en klein voer. En dan gaan we kijken of we snel actie kunnen krijgen. Kijk, deze strijder heeft mij even heel goed geholpen met mijn hengeltjes. Want hij heeft even het waterpakje aangedaan. Ze liggen nu allebei. Die andere hadden we even geen tijd, want de drone die vloog natuurlijk door de lucht. Maar ze liggen allebei plateau, zoals in de beelden te zien. Je zou ook een mooie school vissen op het plateau. We hebben ze eigenlijk de school vissen in het midden gelaten. Dus ze mogen naar links of rechts. Aan allebei de kanten zijn ze de sjaak. En ondertussen hebben we 100.000 ganzen hier. En ja. Nou, jouw hengels nog even erin. Dan gaan we, kunnen gaan wachten. Hè? Ondertussen is het tijd van overheerlijke vlamtosti met curry. Wat wil je nog meer? Het is nog rustig. Hengeltjes staan er nog stil bij, maar dat gaat zo helemaal goed komen. Kijk, daar staat hij. Jazeker, ik kies vandaag voor een basic onderlijntje met twee dumbbelltjes gewoon, om het dressuur te doorbreken. Zou moeten lukken op de water. Ja, kijk. Gaan we maar eens even kijken. Precies, dan kan hij erin. Laatste hengel en dan kunnen we gaan wachten, hé. Ja, toch. Lekker hoor. Kunnen we gaan vissen. Hoppa. Kijk eens even, er hoeft niet gekookt te worden. Nee, zeker niet. Want wat hebben we hier? Kapsalon. Oei, wat lekker. Kapsalon zonder mes en vork. Dat heb ik wel, maar wel een auto. Een auto. Dus dat is mooi. Kijk, top. Ja hoor, met mes en vork. Ja, geregeld. En hoe smaakt die? Hoe smaakt die? Goed. Smaakt naar meer. Smaakt naar vis. Het smaakt niet naar vis, maar we willen wel vis. Kom op jongens, nog even. Nou jongens, het is inmiddels 7:30 en we gaan gouden hengels opruimen. We gaan naar de volgende stek, de nachtstek. Kanaal. Ja. De Brabantse kanalen. Dan moet het goed komen in Oosterhout. Zo is dat. Dus gauw die hengeltjes eruit en op naar het kanaal. Ontdek hier de nieuwste trolley. Ja, hij loopt een stuk makkelijker dan het trolley. En ik kan veel meer meenemen. Jazeker. Zo, wat hebben we hier? Wat is dit voor een... Oplaadboxje. Kijk, wat een unit. Ligt je gelijk, want het is al bijna donker. Het is zeker al bijna donker. Maar ja, gauw naar de stek. Het is denk maar 2 minuutjes lopen, dus vast erop. Peter, we zijn aangekomen. En zoals je ziet, is voor het donker op de plek aangekomen. En niet gelukt. Dus het wordt wel even in het donker alles aan maken. Zoals je nu ziet, een mooi kanaal. Je ziet het onder. En het is hartstikke stil. Je ziet wel wat activiteit op het water. En kanaalvissen, jongens, weer eens wat anders. Dus gauw die hengeltjes klaarmaken. En dan de richtjes voor vandaag. We gaan op kanaalvissen dus doen. Eigenlijk niet heel gek. Eentje gewoon met een hot tuna hardwan. De andere met een hot tuna hardwan met een... Ja, wat is het? Plastic pop-up achtig dingetje. Ik heb hardwans aan zitten, want het kanaal vaak kreeften en allemaal ander onrein. Moeten we niet hebben. En jij gaf aan, vieze bollen. Dus die vieze goed stinken. Vieze stinkende bollen pakken. Ja, nou deze stinken jongen, die holtuna's. Dus daar hebben we voor gekozen. En we gaan ze erin. Dat moet zeker goed komen, hè? Dat moet zeker goed komen, zeker. Kijk eens. Daar gaat hengel 1 voor de tweede keer met een nieuwe hengel. Ja, de andere vast, maar ja, wat heb je op het kanaal, hè? Ja. Ik ga deze met een spinnerigje, 24 mm, beetje poetie, anti-tangle sleeve. Wacht een loodje. Niks te gek. Nee,
kanaal moet je vooral niet te gek doen. Zo is dat. Lekker simpel houden. Dan moet het helemaal goed komen. Kijk. Volgende twee. Zo, dan kan die erin. Lekker. Kijk even wat dingen aan. Ja, jongens, het tweede hengeltje van mij kan er ook in. De ene hebben we even uitgelopen. Deze gaat met het voerbootje even iets verder uit de kant. Ik denk 20 bollen in de boot. Dan met de boliepijp nog een stuk of 30 eromheen. Dan duurt nog een uurtje. Dan gaat hij. Ik hoop het. Moet je dit dan zien? Dat deze schoot. Zo, als die over je heen kruipt, dan krijg je denk ik een nachtmerrie. Die gaat op jouw muziek ja, zitten vanavond. Dikke lul. Die daar zit er zeker met een tijdje. Een kleintje. Ja. Zo, wat is dit voor spinnenboel? Als ik Daniel 10 keer mee had genomen, die was gelijk gaan inpakken. Niet normaal. Lekker hoor. Ja, het is nog stil in het Brabant. Maar het gaat goed komen, hè? Ik hoop van wel. Het is inmiddels 11:30. We gaan even het bedje in. De hengels liggen scherp. Het is echt windstil. Doodstil. We hebben pas één vis horen springen. Veel te stil. Veel te stil, maar... Blijf hoop houden. Zo is het. Op het einde komt het altijd goed. Dus morgenochtend, jongens. En dan zien jullie dikke bakken. Hopelijk. Let's. Ja, jongens. Een hele goede morgen met wat minder goed nieuws. Geen vis. Geen vis. Dat gekke Brabant. Ja, helaas. Ja. Het blijft kanaal, hè? Het blijft kanaal. Je weet het blijft nooit. Vissen. Het blijft vissen. Ja, het is altijd vissen en geen vangen, jongens. Helaas, deze aflevering geen vis, maar het hoort er ook bij. Ah, misschien loopt hij zo meteen nog af, hè? Je weet het nooit. We gaan in ieder geval eerst eens eventjes lekker ontbijten. En dan, misschien, je weet het nooit. Ja, misschien. En dan denk je, laten we de dag beginnen met een lekker eitje. Ja, dit horen 3 eieren te zijn. Het is er nog maar eentje. Die andere twee, die liggen daar. Wat een drama. Maar ja, we gaan maar weer het beste ervan maken. En een lekker broodje ijsspekkaas. Goh, wat wil je nog meer? Naast een vis, niet heel veel. Ja, dat was hem alweer. Karpervissen in het mooie Brabant. Helaas, weinig resultaat. Maar je kan niet altijd 6 gooien. Toch even geprobeerd ook in de serie een keertje op een kanaal te vissen. Een keer wat anders. Mocht niet baten. Maar we gaan gewoon vol goede moed op naar Gelderland. Wil je de video nou niet missen? Abonneer je onder eventjes. Doe duimpje omhoog. En dan de volgende video zit vast weer helemaal vol met vis, jongens. Tot volgende week.